Ik ben Joost Nouwen, ik ben 26 jaar en ik werk voor Alten Nederland. En daarvoor ben ik werkzaam bij Swarco Nederland. Ik ben daar aangenomen om het nieuwe IVRI-systeem, het intelligente verkeersregelinstallatie, te testen. In de toekomst willen ze dat je dat gewoon in je dashboard kan zien. Van ja, over een paar seconden gaat het verkeerslicht naar groen of hij gaat naar rood. Dus je hoeft geen gas meer te geven, rem er alvast af. En daar willen ze nog veel meer mee gaan doen. Ik heb de studie technische natuurkunde gedaan en wat ik vooral gebruik van mijn opleiding is eigenlijk het logisch nadenken, het logisch redeneren, gewoon stapsgewijs. Dat is wat ik eigenlijk het meeste gebruik uit mijn studie. Dus toen ik bij Alten begon, ik had niet echt een idee hoe je nou software goed moest testen. Dus daarom heb ik de masterclass gedaan tot testengineer. En Alten heeft mij daar dus verschillende trainingen voor gegeven. Zo heb ik bijvoorbeeld de training ISTQB gedaan, om gewoon de basis te krijgen voor het testvak. Daarnaast heb ik ook nog een cursus Python gedaan, ja, omdat het gewoon vaak gebruikt wordt bij bedrijven om daarmee testen uit te voeren. En ook nadat ik bij Swarco ben begonnen, heb ik zelfs nog enkele trainingen gehad om toch nog beter te worden in wat ik doe. Ja, dit is de testomgeving waarmee ik heb gewerkt. Je ziet hier dus het kruispuntplaatje. Ja, je ziet dus gewoon het kruispunt zelf, dus de verschillende rijrichtingen voor rechtdoor, om af te slaan en alles. Hier heb ik ook mijn testen mee gedaan. Ja, waar ik dus blij van word is dus ja, gewoon dat het systeem echt goed werkt en dat het gewoon stabiel is. En dat ik gewoon kan zeggen, kijk, ik heb dat getest en daar is gewoon nooit problemen mee. Dat draait gewoon en dat doet zijn ding. Dat is waarom ik test. Alten is een heel mooi bedrijf om voor te werken, omdat ze gewoon veel trainingen geven, veel sociale contacten. En ondanks dat je ze bij een klant zit, weten ze je echt te betrekken bij het bedrijf. En daarom denk ik ook dat ik gewoon nog jaren voor Alten zal werken. En gewoon ook met veel plezier.